Kaasstengels met blauwaardige kaas is heel erg makkelijk te maken. Je begint met het bestuiven van het oppervlakte met bloem. Daar leg je de bladerdeeg op. Vervolgens kruimel je daar de blauwaardige kaas op. En dan maak je een soort lasagne van. Dus er gaat een vel bladerdeeg weer overheen. Weer kaas en dan uiteindelijk nog een vel bladerdeeg. Dat druk je goed aan. Ondertussen verwarm je de oven voor op 210 graden. Dan bestuif je de deegroller en bovenop ook nog wat bloem. En dat rol je uit tot een dunne plak. Daar snij je repen van. Die leg je op een bakplaat uit elkaar. Je bestrijkt even met eigeel. En dan bak je ze af op 210 graden gedurende 20 minuten.